In de eerste vijf video's van deze historische context hebben we vooral gekeken naar de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Nu verleggen we onze focus en gaan we kijken wat er in Nederland gebeurt vanaf ongeveer 1960. Dan ontstaat er onder meer een consumptiemaatschappij. En wat dat is en hoe dat werkt en dergelijke, dat komt in deze video voorbij. Maar een belangrijke ontwikkeling is in ieder geval dat vanaf het begin van de jaren 60 de lonen in Nederland sterk gaan stijgen. En we hadden in een van de vorige video's al gezien dat de regering uh, een geleide loonpolitiek voerde, hè, dus dat ze de lonen kunstmatig laag hielden om zo uh, de concurrentiepositie van Nederland naar het buitenland toe te versterken, hè, om de, de economie te laten groeien. Nou, dat had ook heel goed gewerkt, want de economie groeide en er werd heel veel geproduceerd en geëxporteerd. Maar ja, dat zorgde dus ook wel voor dat werknemers langzamerhand ook wel vonden dat ze meer mochten gaan verdienen. Ja, en dan zag je hier en daar dus ook wel dat, dat werkgevers, dus eigenaren van bedrijven, mensen stiekem zwart bij gingen betalen. Want anders vertrokken ze misschien wel naar een concurrent die dat ook deed. Nou ja, als dan die geleide loonpolitiek wordt losgelaten, dan zie je ook meteen dat de lonen van de werknemers heel sterk gaan stijgen. Ja, en dat heeft weer tot gevolg dat die consumptiemaatschappij kan ontstaan. En dat is een samenleving waarin de consumptie van goederen en diensten, hè, dus het kopen van goederen en diensten, eigenlijk de status van de burgers bepaalt. We kopen dus dingen en we geven dus geld uit aan dingen. Niet omdat we ze per se nodig hebben, maar uh, gewoon omdat we het leuk vinden en omdat we er status door krijgen in de maatschappij. En uh, ja, we gebruiken onze vrije tijd dus ook vooral om uh, te consumeren om geld uit te geven aan uh, producten die we niet direct nodig hebben om in ons uh, basisonderhoud te kunnen voorzien. Kort gezegd, het zijn producten en, en dingen waar we ook prima zonder kunnen. maar die we gewoon leuk vinden om te doen. en waarmee we ook laten zien uh, dat we erbij horen. Ja, en dan krijg je dus dat uh, grote waarhuizen, zoals uh, de Bijenkorf. hier in, uh, zien we in Rotterdam, ja, dat die gigantisch veel luxe producten en dergelijke gaan verkopen. En de plek waar je dat misschien nog wel het beste terug ziet, ja, dat is in, in huis, in het huishouden. Veel huishoudens gaan allerlei apparaten kopen die ze, die ze eerst niet hadden voor allerlei huishoudelijke klusjes. Dus mensen kopen koelkasten, wasmachines, televisie, platenspelers. Ze hebben voortaan een stofzuiger in plaats van een bezem om het huis schoon te maken. Ja, en we zien ook dat steeds meer mensen op vakantie kunnen. Hè. Daar is, blijft geld voor over. En uh, ja, dan kunnen ze zelfs naar het buitenland toe op vakantie. Ja, dit is echt iets wat voor 1960 in Nederland eigenlijk vooral uh, weggelegd was voor de allerrijksten. En, en nu werd dat ook steeds meer voor gewone mensen dat, uh, bereikbaar. De welvaart in Nederland die groeide dus enorm in de jaren 60. En die gaat samen met een aantal andere zaken. Uh, ten eerste de verstedelijking. We zien dat in Nederland steeds meer mensen vanaf 1960 verhuizen naar een stad... Of dat uh, gemeentes in de buurt van een stad uitgroeien tot uh, grote forense gemeenten. Dus dan werken ze in de stad en wonen ze in een nabijgelegen gemeente. En dat noemen we dus een uh, forense gemeente. Dus we zien eigenlijk dat uh, grote steden dat die verder gaan groeien. En dat ook uh, plaatsen rondom die grote steden dat die ook flink beginnen te groeien. Ja, een tweede ontwikkeling die we zien is dat de Nederlandse bevolking steeds mobieler wordt. Er is sprake van groeiende mobiliteit. Steeds meer mensen kunnen een auto aanschaffen, jongeren kunnen een brommertje aanschaffen. Ja, en dat zorgt er weer voor dat de mensen zich makkelijker door het land kunnen verplaatsen. En dat ze dus bijvoorbeeld ook makkelijk in zo'n forense gemeente kunnen gaan wonen. Omdat ze dan met de auto naar hun werk in de stad kunnen gaan. Nee, en het aanschaffen van de auto is ook weer zo'n voorbeeld van de consumptiemaatschappij natuurlijk. En mensen consumeren, kopen een auto en dat wordt ook weer een statussymbool.